Het is weer bijna december en dat betekent dat Sinterklaas voor de deur staat, de kerstman. En misschien kijk je dit wel op een heel ander moment en is het helemaal geen december, maar is het bijna je verjaardag. Wat het ook is, in deze video heb ik een lijstje voor jullie met de leukste cadeau-idees voor meiden. Je kan dit lijstje gebruiken als je bijvoorbeeld binnenkort jarig bent en je weet niet wat je als cadeau moet vragen. Of misschien is een vriendin van je jarig en weet je niet wat je aan haar moet geven. Of misschien ben je als ouder op zoek naar een cadeau voor je dochter. Ik weet precies hoe het is als je een cadeau moet bedenken en je weet niks. Dus daarom heb ik een lijstje gemaakt zodat je nooit meer in die situatie terechtkomt. En ik heb echt hele leuke dingen bedacht, dus ik hoop niet dat je lijstje dadelijk zo lang wordt. Waarschijnlijk wel, want alle dingen die erop staan zijn echt super cute. In ieder geval, druk alvast op het duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren natuurlijk. Ik pak mijn lijstje erbij en alle cadeau-ideeën zijn zowel leuk voor jongere meiden, dus voor tieners, pubers, maar ook voor volwassenen. Heel veel van deze dingen heb ik bijvoorbeeld zelf ook op mijn kerstlijstje staan, dus... Oké, laten we beginnen. Op nummer 1 heb ik bad- en doucheproducten. Dit is niet heel origineel, maar wel gewoon altijd goed. Om het iets origineler en specialer te maken, kan je bijvoorbeeld gaan voor badparels, bruisballen of leuke dingen van Lush. Kussentjes voor je kamer, altijd leuk. Kan je heel leuk op je bed leggen. Zelfhulpboeken vind ik zelf heel interessant. Hoe je bijvoorbeeld kan omgaan met angst of onzekerheid. Ik heb zelf ook zo'n soort boek geschreven, Boos Lijf Advies. Hier staan allerlei handige tips in die je moet weten voordat je volwassen wordt. En het is speciaal geschreven dus voor jonge meiden. Het is super kleurrijk. Ik heb het helemaal zelf geschreven en ik ben er echt super trots op. Kijk hoe cute. Love it, al die kleuren. Dus dit is zeker een leuke idee. Gedichtenbundels of boekjes met quotes. Dit klinkt nu misschien een beetje ouderwets, maar is het echt niet. Ik heb bijvoorbeeld deze. En hier staan dan allemaal van die tekstjes in. Ja, ik hou er erg van. Heeft me vooral heel erg geholpen toen ik me wat slechter voelde. Een kookboek of een bakboek is ook leuk. Of gewoon een normaal leesboek natuurlijk. Dit is eentje die ik heel erg leuk vond. Een haarborstel, altijd handig. Ik gebruik zelf een tangle teaser of een wet brush. En die is speciaal om nat haar te kammen. Haarelastiekjes, scrunchies komen ook altijd van pas. Shampoo en conditioner. Olaplex is een fijn merk. Best wel duur, maar daarom juist leuk om te vragen als cadeau. Of Virtue vind ik zelf nog fijner. Een haarmasker. Mijn merchandise. Ik heb nog een kleine voorraad over. En alles is nu met 50% korting. Linkje in de beschrijving. Pantoffels. Ja echt, dat klinkt weer heel ouderwets. Maar het is zo chill. Ik heb dus deze. Kijk, ze zijn toch gewoon super cute. Een chill loungepak of een onesie. Ik heb zelf deze teddy onesie van One Piece. Een leuke badjas. Ik heb dit zelf ook op mijn lijstje staan. Leuke sokken. Ook altijd goed. Zo'n soort trui en deken in één. Het is een soort deken die je kan dragen. Ik weet niet hoe het heet. Maar lijkt me wel super chill voor de winter. Of gewoon een normaal zacht dekentje om mee op de bank te liggen. Beddengoed. Ik vind dit echt altijd leuk om te krijgen. Een satijnen kussensloop. Deze zijn best wel duur. Ze gaan meestal richting de 100 euro. Als het echt satijn is tenminste. Maar het is wel heel goed voor je huid en je haar. Een leuke beanie. Geurkaarsen. Staat super gezellig in je kamer en ruikt ook nog lekker. Leuke vazen. Ik heb er hier bijvoorbeeld eentje van Ikea. En dan eventueel plantjes om daarin te doen. Nee, ik heb hier cactussen ook van Ikea. Super handig trouwens, want die gaan nooit dood. Misschien een leuke rugzak. Of een tote bag. Die zijn echt super handig als je gaat shoppen bijvoorbeeld. Iets van vriendschapsarmbandjes, vriendschapskettingen. Heel leuk om te geven aan je BFF. Een journal. Dit is eigenlijk gewoon een soort notitieboekje. Ik heb deze van Creatic. En je kan er dan een bullet journal van maken. Travel journal. Mental health journal. Wat je maar wilt. Eigenlijk een soort dagboek. Als je dat gaat vragen, kan je er gelijk leuke stiften en pennen bij vragen. Van die pastelkleurige markers. Die zijn zo mooi. Volgens mij hebben ze die van Stabilo. Een papierhouder of opbergding. Ja, toch handig om belangrijke papieren op te bergen. Pennenbakjes. Ook altijd handig. Een platenspeler. Ik heb er ook een. Ze hebben tegenwoordig echt zulke leuke. Het merk Crosley heeft echt super leuke. En dan kan je natuurlijk gelijk platen vragen. Artiesten van nu brengen ook vaak platen uit, zoals Ariana Grande, The Weeknd, Lady Gaga. Een sky projector. Oh my god, you need this. Ik heb zelf deze van Skycast. Parfum is ook echt heel leuk om te vragen. Of bijvoorbeeld een body mist. Of een body lotion. Make-up. Er zijn heel veel soorten make-up, maar make-up. Heel veel celebrities hebben tegenwoordig ook een eigen make-up lijn. Zoals bijvoorbeeld Ariana Grande, Selena Gomez, Millie Bobby Brown. Super leuk om make-up te hebben van je favoriete celebrity. Maskertjes voor je gezicht. Extra leuk zijn van die maskertjes, waardoor het lijkt alsof je een wolk op je gezicht hebt. Een make-up tasje of een toilettas. Make-up kwasten plus houders om je kwasten in te bewaren. Skincare. Heel belangrijk, maar best wel duur. Dus extra leuk om te vragen als cadeau. En als je dan toch bezig bent, kan je ook gelijk een skincare koelkast vragen. Ja, die bestaan. Hoe cute. Nagellak is ook nog een goede. Een nieuwe koffer. Of zo'n grote reistas. Die is ook weer handig om te gebruiken voor sporten. Posters en lijsten. Nou, je ziet het hier een beetje boven me. Ik heb van die hele leuke posters. Die van mij hier zo zijn van Decenio. Of cute fotolijstjes voor foto's met je vrienden, familie. Een spiegel. Je kan een grote spiegel vragen. Of juist een wat kleinere, bijvoorbeeld voor make-up. Als je er ruimte voor hebt, kan je een kledingrek vragen. Staat echt super leuk. Moet je het wel netjes opgeruimd houden. Kamerdecoratie. Dit kunnen echt heel veel verschillende dingen zijn.
zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld een gouden ananas op mijn kamer. Een Polaroid camera is heel leuk om te hebben. En dan kan je daar ook weer dingen bij vragen zoals een hoes voor je camera of Polaroid lijstjes. Sieraden, kettingen, armbanden, ringen, oorbellen, piercings misschien. Je hebt er nooit genoeg van. Een opbergdoosje voor je sieraden is ook heel erg handig. Of zo'n reisetui voor je sieraden, want het is altijd onmogelijk om sieraden netjes mee te nemen. Je kan een Nintendo Switch vragen. En dan daarbij natuurlijk de games die je graag wilt. Zo'n plank voor in bad, als je een bad hebt tenminste. Een headset of koptelefoon. Ik heb zelf deze draadloze headset van Logitech. Dit is de G435. Als iemand van fotografie houdt of van filmen, kan je een camera geven. Misschien wil iemand wel graag gaan vloggen, dan kan je een vlogcamera geven. Ik gebruik nu zelf de Canon G7X. Is echt al jaren mijn favoriet. The Sims! Oh my god, The Sims, mijn favoriete game. En dan kan je ook gelijk alle uitbreidingspakketten vragen. Nou, dat is echt een goed idee. Misschien wil je wel een nieuwe bureaustoel. Als je voor een duur cadeau mag gaan, kan je Apple producten vragen. Een iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch. Ik heb zelf ook al jaren een Apple Watch en bevalt mij echt heel erg goed. AirPods Pro, die heb ik zelf ook. Vind ik ook echt super fijn. En stel je vraagt een Apple Watch of je hebt er al een, kan je een bandje vragen. Voor je computer kan je bijvoorbeeld een toetsenbord en muis vragen. Een beschermhoes voor je laptop als je hem meeneemt. Als je AirPods hebt of krijgt, kan je een case vragen voor je AirPods. Ze hebben ook echt zulke schattige weer. I love it. Een telefoonhoesje. Ik heb zelf nu deze van Casetify. Een popsocket of zo'n ring, zodat je je telefoon makkelijk kan vasthouden. Een ketting voor aan je telefoon. Zo'n omhulsel voor je oplaadkabel. Met van die diertjes is dat vaak. Dat is volgens mij om je kabel te beschermen, maar het ziet er ook gewoon super leuk uit. Als je niet van de Apple Watch of andere smartwatches bent, kan je ook een normaal horloge vragen. Een Bluetooth speaker is altijd handig. Ik heb er zelf eentje van Ultimate Ears. Een herbruikbare drinkbeker of koffiebeker. Herbruikbare rietjes. Ook heel handig om bijvoorbeeld mee te nemen, want dan hoef je geen papieren rietjes te gebruiken. Geurstokjes zijn ook altijd leuk. Of zo'n diffuser. Ik weet niet precies hoe het heet, maar daar doe je dan een soort olie in. En dan ruikt heel je kamer lekker. Een sjaal voor de winter. Een pufferjas. Ik ben gek hierop. Die staan echt leuk bij iedereen, vind ik. En zijn ook nog lekker warm. Nike Air Force One schoenen in het wit. Ik heb hier zelf echt al 4 paar van gehad. Zijn echt mijn favoriete schoenen. Passen bij alles. Een teddyjas is ook echt super cute. Een Dyson Airwrap set. Ik heb deze ook en ik ben heel slecht met haar, maar met de Dyson Airwrap lukt het altijd wel. Ik heb mijn haar daar nu 2 dagen geleden mee gedaan en het zit nog zo. Dus ja, ik ben er echt fan van. Die is wel heel erg duur, dus als dat te duur is, kan je ook gewoon een krultang of een steltang vragen. Opbergmandjes voor je kamer. Je hebt bijvoorbeeld superleuke van Hey. Sportkleding. Dit is echt zoiets wat ik zelf nooit wil kopen, dus ik vraag het altijd voor kerst. Van die leuke aesthetic petten. Funko Pops. Ik heb ze zelf ook en het is zo leuk om te verzamelen. En je hebt echt bijna van elke serie, film, game wel een Funko Pop. Baby Yoda. Dit wil je toch? Ik bedoel, look at it. Of andere leuke knuffels die ook leuk staan in je kamer. Bakproducten. Ze hebben bijvoorbeeld bij Hema van die hele leuke kant-en-klare potten. Als je liever zelf iets uitkiest, kan je ook cadeaubonnen vragen. Voor bijvoorbeeld je favoriete kledingwinkel. Een abonnement. Dit kan zijn voor een magazine, Netflix, Spotify. Noem maar op, er is echt superveel. Een nieuwe portemonnee. Adventkalenders. Ligt er wel een beetje aan wanneer je naar een cadeau op zoek bent. Maar ongeveer vanaf september tot december heb je adventkalenders. En vaak zitten er dan producten in met bijvoorbeeld een waarde van 500 euro. En betaal je er maar 100 euro voor. Dus meestal zijn het echt goede deals. Basic sweaters en hoodies. Bordspellen, zoals bijvoorbeeld Cluedo of Monopoly. Eigenlijk echt super leuk om te doen met vrienden. Of kaartspellen kan natuurlijk ook. Leuke sleutelhangers. Zo'n dikke panty. Ik zie het heel vaak op TikTok. Maar het lijkt dan gewoon een dunne panty. Maar eigenlijk is die heel erg dik. Speciaal voor de winter. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar lijkt me super handig. Een anxiety ring. Dit is een ring die je kan dragen en je kan daar zeg maar aan draaien. Dus als je gestrest bent, kan je eraan draaien. Een puzzel. Klinkt misschien weer een beetje stom, maar je hebt echt super mooie aesthetic puzzels. Speciaal voor de jongere generatie. Kaarsen in leuke vormpjes. Ik heb hier bijvoorbeeld zo'n gedraaide kaars. Maar je hebt ze echt in zoveel vormen en maten. Ik heb dit ook op mijn lijstje staan. Een mok is ook altijd goed. Als je een beetje muzikaal bent, kan je een ukulele vragen. Of bijvoorbeeld een keyboard of een normale gitaar. Een LED lightbox met van die letters, dat je dan je eigen tekstje erin kan zetten. Een wafelijzer in hartjesvorm. Heb ik ook op mijn lijstje. Wil ik heel graag. Er komen steeds weer meer concerten, dus tickets voor een concert. Bioscoopbonnen, ook een goeie. Nou, ik denk dat ik nu wel echt heel veel cadeau-ideeën heb opgenoemd. En ik weet bijna zeker dat er wel iets leuks voor je tussen zit of voor iemand anders. Maar laat me toch even weten wat je ervan vond en wat jij nu op je lijstje gaat zetten. Sla deze video ook zeker op of stuur hem door naar familie en vrienden, zodat zij hier ook gebruik van kunnen maken. En dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken. Alvast een fijne verjaardag of een fijne kerst. Doe een duimpje omhoog, vergeet je niet te abonneren en ik hoop je te zien bij een nieuwe video. Doei doei, bedankt voor het kijken!